Goedemorgen, we zitten hier bij Bulderbos. We hebben een ontzettend regenachtige nacht gehad. Net kunnen opbreken, toen was het droog. Op dit moment begint het weer te regenen. Dus we gaan zien hoe ver we gaan komen vandaag. Nou, een sombere ochtend deze ochtend, vooral in de regen. Het is donker, maar de vogeltjes fluiten. Dat is positief. Oeps, de regen zwelt aan. We lopen niet alleen maar bospaadjes, maar ook af en toe verhard, maar wel in het groen. Paadjes als deze, daar doe je het voor. Het zorgt ervoor dat je toch ondanks de regen besluit nog weer een dag op pad te gaan. Kijk die kleuren. Dat is waarom ik zo van deze tijd van het jaar hou. Ah.
En we worden getrakteerd op nog meer mooie paadjes. Wat is hier leuk aan, vragen mensen nogal eens. Het is echt een hele goede vraag op dit moment. Oh, zijn ze in de regen? Slecht slapen vannacht. Bijna elke nacht. Dus het is nu echt doorlopen, maar genieten. Nee. Vooral nat en klef. En dan loop je zo de drukte erin. Na een korte break gaan we de drukte weer uit en starten we hier op dit mooie stukje. Kijk, en dit is reden nummer 2 waarom ik deze tijd van het jaar zo op prijs stel. Paddenstoelen. Love them. En van het ene paadje gaan we over in het andere mooie paadje. Je zal het geloven of niet, maar ik ben net gewoon geprikt door een wesp. Die dacht ik lief mee op dat onderbeen. Inmiddels regent het weer. Maar door de bomen lopen we toch enigszins beschut. Dus het is nog enigszins te.
We zijn net het boswachtershuis gepasseerd. Daar kun je wat drinken of wat eten. En ze hebben een hele leuke tekst op de gevel staan. Dus misschien de moeite waard om even neer te kijken. En het is weer even droog.